Ik geef het woord aan de wethouder Van Mannen. Ja, dank u wel. Ik ben blij dat het moment vandaag gekomen is dat er getekend kan worden. Op de markt kun je lekker eten kopen. Op de markt kun je proeven wat je wil. Op de markt kun je langs de kraampjes lopen. Op de markt klinkt de hele dag gegil. En op hele lange tafels staan groente, fruit en wafels. Bloemen, kaas en broodjes. En heel veel soorten nootjes. Ja, mensen, wie maakt me los? Wie maakt me los? Ja, één halen, één halen. Alle taken en faciliteiten en dingen wat de gemeente nu doet, wat onze taken. Dus van stroomvoorziening die al van de stichting was. Nou, eigenlijk alles wat je moet doen om een markt te regelen. En wij hebben meer kennis in huis als de marktmeester die er nu loopt. Dus wij denken daar iets moois van te kunnen maken. Het was voor ons heel erg belangrijk dat wij de locatie die wij nu krijgen, die wij terugkrijgen, dat we daar zekerheid van hadden, dat we daar het aantal meters krijgen waar je de markt op kunt draaien. Kijk, als ons, wij praten over 550 strekkende meter. Als wij die niet toegezegd hadden gekregen, hadden we dit nooit gedaan. Ons voorkeur gaat naar de Korenmarkt, Grote Straat, richting Theaterhotel. Daar zijn we ook mee bezig, samen met de gemeente, om te kijken of dat mogelijk is. Dus gaan nog gesprekken plaatsvinden met ondernemers daar aanstaande maandag. En we hopen dat we daar positief met z'n allen daar een markt in de stad kunnen maken. Ik zie zelf de toekomst wel rooskleurig. De groep die er nu is en die er nu staat, dat is een hele sterke groep. Dat is een groep die wel wat kan hebben en die ook uitstraling heeft. En je kunt nooit helemaal in de toekomst kijken. Als je heel veel collega's gaat verliezen, dan zul je iets moeten. Maar we gaan ons uiterste best doen om het tarief te houden zoals het nu is. Ik hoop het dat het inderdaad wat beter georganiseerd gaat worden dan door de gemeente. Ik zou niet weten hoe, maar laat me gaan. Ja. Vanaf dag 1 in Almelo gestaan. Dat wordt in juni 42 jaar. Ik ben sinds vandaag op de donderdag gestopt. En de zaterdag blijf ik nog een poosje doorgaan. Ja.